Welkom bij weer een vlog van E-Verbinding. We hebben een app, de E-scanner. En met de E-scanner maak je heel eenvoudig een foto van een factuur of van een bonnetje die je met één druk op de knop verstuurt naar je platform. En eenmaal op de platform wordt die natuurlijk verwerkt in je administratie en komt die in je postzak in. Hoe werkt nou de E-scanner? Nou, je begint natuurlijk met het downloaden vanaf de App Store of vanaf de Google Play Store. In ieder geval, hij is beschikbaar voor Android en iPhone. Om de app te kunnen gebruiken, moet je hem eenmalig koppelen aan je E-verbinding account. Dat gaat heel eenvoudig. En als die eenmaal gekoppeld is, dan vind je al je bedrijven die in jouw account zitten ook in de E-verbinding app. En dan kan je beginnen. Je begint met het scannen van een factuur. Ja, we hebben al wat factuurtjes klaar liggen. Je maakt een foto van de factuur. En je gebruikt de foto om hem aan een bedrijf te koppelen. En te zeggen, is het een inkoopfactuur of een verkoopfactuur? Ik kies in dit geval voor een inkoopfactuur. Op dit moment wordt de factuur verstuurd naar het E-verbinding platform en wordt er een conversietaak aangemaakt. Als die taak is afgewikkeld, vind je hem terug in je postzak in en in je gekoppelde boekhoudpakket. Zo simpel kan boekhouden zijn.